Vandaag staat bijzonder in het teken van de wintersport. En niet zomaar een wintersport, wij gaan mee met de HSV, de Haagse Studentenvereniging. Wintersport met Haagse studenten. Welkom. Welkom bij Bijzonder. Vandaag zijn wij aangekomen in Bardonecchia. Dat is een westelijk puntje van Italië. In 2006 werden hier een aantal onderdelen van de Olympische Spelen gehouden. Hier hebben wij afgesproken met de sportieve selectie van de studentenvereniging. We zijn op wintersport met HSV. Dat is een studentenvereniging uit Den Haag. En het is gewoon even een weekje weg met z'n allen. Een weekje weg. Het is een hele kleine vereniging, dat wel. Maar als ik verhalen hoor van grote verenigingen, denk ik, ja, dat vind ik HSV toch wel fijn. Wat is dan het verschil tussen een kleine en een grote studentenvereniging voor jou? Het is persoonlijker. Als bestuur zijnde vond ik het ook heel prettig dat je iedereen gewoon kent. Je weet van iedereen wat zijn of haar situatie is. Natuurlijk moet je wel eens wat minder leuke dingen regelen. Maar je kan wel met de persoon zelf rekening houden. Ja. Moet ik nog toelichten dat de studentenvereniging op bepaalde dagen een dresscode heeft? Of was dat al duidelijk? Wanneer de groep even pauze neemt, krijg ik kans om ze in te halen. Op dat moment is er een kans om meer te weten te komen over het studentenleven. Ja, in één klap leer je gewoon 80 mensen kennen. En dat vond ik gewoon zo vet, dat je gewoon mensen leert kennen die, waarbij je normaal gesproken nooit zou omgaan. We zijn het Groningen gaan natuurlijk best wel, ja, mensen zien je echt wel op je laagste punt eigenlijk. En dat creëert zo'n band met de mensen waarmee je de ontmoeting loopt. Want zij hebben je gewoon zonder make-up gezien onder de shit en helemaal smutsig en zo. En dat heb je natuurlijk niet met mensen waarmee je gaat tappen of zo. Dus je creëert al zo'n band met die mensen dat je daardoor al gewoon vrienden voor het leven maakt. Is het dan ook zo dat je eerlijker tegen hen durft te zijn, meer open doordat ze je later zien? Ja. Maar echt voor persoonlijke ontwikkeling. Dus als jij een heel stil meisje bent en eigenlijk een beetje vleeg bent en niet zo goed vrienden durft te maken, dan ziet dat soort mensen bij zo'n studentenvereniging echt loskomen. En wat is de planning vandaag? Wat gaan we doen? Nou, we gaan gewoon even lekker provisies pakken. Het is eigenlijk een beetje mooi weer. Ik hoop dat de sneeuw een beetje goed blijft maken. Dan denk ik gewoon het eerste deel van de dag met z'n allen. En dan, degenen die wat hoger willen, die gaan dan vanmiddag nog hoger op pad. Ja. De rest die blijft hier aan. En heel veel foto's maken natuurlijk. Ja, precies. Oké, nou daar gaan we. Yes! Wanneer de groep in tweeën splitst, besluit ik om mee te gaan met de minder ervaren wintersporters. Ja, hierom dus. Gelukkig heeft de groep fanatieke sporters een eigen camera mee. En daarom kan ik jullie daar toch nog wat leuke beelden van laten zien. Don't get on.
Ancient people! Al tijdens de afdaling, maar helemaal nu we beneden staan, is het duidelijk te horen dat het feestje al begonnen is. Want wat doet de student na het skiën? En terwijl ik op zoek ben naar meer materiaal, kom ik erachter dat de beelden vanaf hier eigenlijk alleen maar erger worden. Mochten deze studenten over een paar jaar aan het werk willen, kan ik de rest van de beelden misschien beter niet uitzenden. Daarom voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende bijzonder. En in de volgende bijzonder gaan wij mee met een ultimate frisbee toernooi. Frisbee als topsport. Tot dan!